Nou, durf ik wel te beweren dat deze schepen belangrijker zijn dan de nachtwacht. Deze schepen zijn belangrijker dan de nachtwacht. Als je denkt aan archeologie, dan denk je misschien aan de tijd van de Romeinen, het Colosseum of de piramides. Maar Nederland heeft ook onwijs goede archeologie, of niet, Tom? Ongelooflijk, het is allemaal onder de grond verborgen. Jij bent archeoloog en je gaat me iets heel bijzonders laten zien. Ja, kom mee. Dit is een van de beroemde Zwammerdamschepen. Zwammerdamschepen? Ja, ontdekt in het dorpje Zwammerdam, hier vlakbij. Hoe oud is dit? Dit is 1800, 1900 jaar oud. Bijna 2000 jaar oud. En waar werd u van gebruikt dan, dit schip? Spullen voor de forten te bouwen, tot eten, drinken, wapens, manschappen. Alles zat in deze schepen. Er zullen mensen zijn die zeggen, joh, luister, het is heel erg oud. Waarom gooi je het niet weg? Ja, maar vragen ze dat ook bij de Rembrandt? Dan gooi je ze ook niet weg, toch? Nou, durf ik wel te beweren dat deze schepen belangrijker zijn dan de nachtwacht. Dit is een mooi statement, dit. Deze schepen zijn belangrijker dan de nachtwacht. Voor de betekenis die het heeft. Ja, voor de kennis over het verleden. Dit vertelt misschien wel het belangrijkste verhaal van de Romeinen in Nederland. Ons verhaal. Het is echt waanzinnig om te zien hoe deze schepen stukje voor stukje opnieuw in elkaar worden gezet. Precies. Dat duurt ongelooflijk lang en kost ook heel veel geld. Dat kost heel veel geld, ja. Dus daar hebben we aan alle kanten hulp en steun voor nodig. Nou, ik heb goed nieuws, Tom. Want die hulp en die steun die is er namelijk in de vorm van de Hollandse Limes Classic. Op 3 september, je kan gewoon fietsen en daarmee ondersteun je onder andere dit fantastische project.